Zijn mijn polletje goed? Jawel, jawel. Dan kunnen we beginnen. Dan kunnen we beginnen met de derde rating prediction video in de afgelopen week. Piemonte Calcio, oftewel Juventus en Liverpool zijn er geweest. En het derde in deze serie reeks is Manchester. Niet de beste club voor Manchester, maar wel Manchester City. We gaan vandaag de, ja, toch momenteel de betere club van Manchester en de beste club van Engeland hun ratings voorspellen. Hopelijk heb jij zin in deze video. Doe jij eventjes abonneren op Twinity. Als je dat niet gedaan hebt, zou ik enorm waarderen. Ooit gaan wij 100.000 abonnees behalen en laten we dan maar snel beginnen. Zoals ik iedere keer zeg, binnen nu en 2 weken zullen de officiële ratings uitkomen. Maar ik doe nog even snel een goede gok om te kijken wat ik denk dat de ratings zullen gaan zijn. Kan ik later ook mooi op terugkijken. We beginnen bij de keepers, we beginnen dan natuurlijk ook bij Ederson. Begon dit jaar met een 86 rated kaart en ik denk dat hij wel een kleine upgrade verdient. Heeft gewoon een heel goed seizoen gehad. Ja, dat heb je als je de Premier League wint. 87 rated is helemaal niet raar en ik heb Ederson 88 gegeven en daar ben ik ook wel mee eens. Ik denk dat hij iets minder is dan Ederson momenteel, maar wel tot de rating van plus 2 het verschil dat dat iets te groot is. Dus 87 is hartstikke prima. En daarnaast wisselkeeper Bravo. Ja, weet je, wordt ouder, speelt nooit meer. Hij was 79, maar hij krijgt gewoon een kleine downgrade. Want ik denk dat hij, als hij zou spelen, minder is dan dat hij dat vorig jaar was. Dus in plaats van 79 geven we hem dit jaar een 77. Lijkt mij best wel logisch eigenlijk. En dan komen we aan in de verdediging. We beginnen met de backs. We beginnen met de rechtsbacks. Om te beginnen met Walker. Was 84, is hij niet heel speciaal geweest dit seizoen. En hij blijft dan ook 84 naar mijn mening. Ik zei het in een paar videos geleden ook al. Ik denk dat Walker best wel een rol als centrale verdediger kan gaan krijgen. Als Cancelo echt die vaste rechtsback gaat worden. En ja, Walker heeft wel vaker op centraal back gespeeld. Binnen het Engelse nationale elftal is dat eigenlijk gewoon zijn normale positie. Dus ik ben heel benieuwd of dat gaat gebeuren. En dan komen we meteen uit bij de volgende speler, namelijk Cancelo. Kreeg in de winter bij Juventus al een upgrade naar 83. En ik denk eigenlijk ook gewoon dat hij die 83 rating kan behouden. Misschien 84, maar de tweede seizoen zelf bij Juventus was helemaal niet speciaal. Dus Kikilio speelde heel vaak in de basis tijdens de competitie. En ja, de Champions League, daar maakte hij toch wel bijvoorbeeld tegen Ajax niet een hele goede indruk. Maakte zelfs gewoon een grote fout aan doelpunt uitviel. Durf ik even niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar wat ik wel met 100% zekerheid durf te vertellen is dat hij niet per se hoger moet dan 84. Dus 84 voor Cancelo volgend jaar, dat lijkt mij hartstikke logisch. En aan de andere kant, om te beginnen met Benjamin Mondi. 81 rated en ik geef hem dan toch een kleine downgrade naar 80. Kijk, ik denk oprecht dat deze man die een van de betere backs van de wereld zou kunnen worden. Maar het ding is gewoon, hij is zoveel geblesseerd geweest. Hij heeft niet veel kunnen spelen. Heeft totaal geen indruk kunnen maken. En ja, dan verdien je ook geen hogere rating. En in zijn geval, een kleine downgrade is niet heel erg gek. En naast Mondi hebben we een nieuwe aankoop. Angelino was 73 op het begin van FIFA 19. Kreeg in de winter al een upgrade naar 77 van plus 4 bij PSV. Is daarna natuurlijk weer teruggegaan naar Manchester City. En hij krijgt nu nog een kleine upgrade van plus 2 naar 79. Kijk, ik denk niet dat hij gaat spelen in de basis. Of Mondi moet nog langer geblesseerd zijn. En dan heb je nog altijd Zinchenko voor je staan. Waar we dadelijk op uitkomen. Die gewoon heel goed speelt. Heel erg onopvallend. Maar toch heel goed is bij Manchester City. Ik weet niet of Angelino veel gaat spelen. Ik hoop het wel voor hem. En een veel hogere rating zal hij waarschijnlijk niet gaan krijgen. In zijn eerste periode. Of in zijn tweede periode eigenlijk. Bij Manchester City. Ja, Zinchenko dan. 71 rated. Hij heeft geen upgrade gehad. Is gewoon echt 71. Maar hij is toch echt zo'n speler die enorm hard werkt. En die het ook heel graag wil. Die echt heel ruik op maken, het wil maken. Zo, dat komt er moeilijk uit in die voetbalwereld bij Manchester City. Komt nog van PSV natuurlijk, heeft daar een jaartje gevoetbald. En Zinchenko, ja, ik geef hem een 77 rated kaart op FIFA 20. Een upgrade van plus 6 en die zal hij ook echt wel verdienen. En die zal hij ook echt wel kunnen krijgen eigenlijk op FIFA 20. En dan 3 centrale verdedigers. Laporte, om daar maar even mee te beginnen. Was 83 al begin van FIFA 19. Kreeg een kleine upgrade naar 84 en krijgt nu nog een kleine upgrade naar 85. Ja, een van de beste verdedigers van de Premier League. Kan je misschien wel gaan zeggen ondertussen. Laporte is gewoon een sterke verdediger. Niks mis, gewoon echt een typische verdediger. 85 rating. Lijkt mij niet gek. En daarnaast hebben we Stones. Was 82 en dan heb ik een upgrade van plus 2 naar 84. En ook Stones gewoon, ja, prima verdediger. Ik heb niet heel veel te zeggen over de verdediging van City. Ze vallen niet heel erg op. Het is gewoon een prima verdediging. Ze doen hun job. Maar alle shine binnen in City gaat toch echt wel altijd naar het middenveld. En deels naar de aanval. En ja, dat is ook wel logisch natuurlijk in ieder elftal. Maar die verdediging is gewoon solide. Maak weinig fouten. En dan krijg je dit soort analyses. Ja, precies.
En tenslotte, een diepe downgrade voor een speler die zoveel fouten maakt achterin bij City. Otamendi was 86 en die ga ik echt een downgrade geven naar 83. Nou ja, niet dat hij veel fouten maakt, maar hij wordt ouder, speelt niet meer, is gepasseerd. En ja, dan kan je zeggen van ja, maar hij speelt niet, dus waarom geef je hem een downgrade, want hij speelt ook niet slechter. Ja, maar als jij gepasseerd bent door twee andere spelers, dan weet je dat je ouder wordt. Dan weet je dat je beter in die rolstoel kan gaan zitten en geld kan gaan tellen achter de geraniums. En dat raad ik Otamendi ook echt wel aan, of om weg te gaan, want ik denk dat hij nog maar 10 wedstrijdjes zal spelen of invallen dit hele seizoen. En daarom een downgrade naar 83. Is ook helemaal niet gek voor deze speler. Dan komen we nu uit bij de crème de la crème van de Premier League. Het middenveld van Manchester City. We kunnen wel zeggen met 100% zekerheid dat City het beste middenveld van de Premier League heeft. Want het komt mede door Kevin De Bruyne. 91 rated op FIFA 19, die geven hem ook gewoon op FIFA 20. De Bruyne is deels geblesseerd geweest, heeft niet heel veel gespeeld, meestal van 15, 16 wedstrijden geloof ik. En ja, is daarin wel gewoon de Kevin De Bruyne geweest die wij kennen. Vandaar dat ik hem geen downgrade wil geven, maar ja, zeker ook geen upgrade. Vandaar 91, dat blijft hij gewoon, FIFA 20, Kevin De Bruyne. Prima. Een andere nummer 10 binnen de selectie van City is natuurlijk Phil Foden. 73 rated op FIFA 19. Maar laten we eerlijk zijn, Phil Foden is een van de beste talenten. Niet zo goedkoop denk ik. Hij krijgt een upgrade van plus 6 naar 79, wat nog altijd niet heel erg hoog is. Maar hij heeft zich wel bewezen in de basis bij City. En ik denk dat 79 dan nog helemaal niet gek is. Beetje een gekke speler van qua hoe hij speelt, qua hoe hij eruit ziet. Maar nog altijd, ik denk altijd dat het een potentiële topper is. Dat dat misschien binnen een paar jaar wel de nieuwe nummer 10 kan zijn in de basis van City. Nieuwe aankoop dan, Rodri, oftewel Rodrigo. 82 rated dit jaar, ik heb een upgrade naar 83. Ik kijk niet heel veel Spaans voetbal. Ik kijk wel vaak naar Atletico, Real en Barça. Dus heb ik ook Rodri zien spelen. Wat moet ik erover zeggen? Gewoon een prima middenvelder. Gewoon een standaard hardwerkende middenvelder. Ik denk dat hij zich wel moet gaan aanpassen aan het niveau van de Premier League. Hij gaf zelf ook al aan dat het fysiek veel zwaarder was. Omdat hij de hele zomer aan het trainen was. Zeg wel wat over de mentaliteit van die speler natuurlijk. Maar we moeten maar zien hoe hij het gaat doen. En voor nu op basis van zijn Atletico Madrid performances. Daar moet je natuurlijk op beoordelen. Geef ik hem nog een kleine upgrade. De grootste upgrade op het middenveld is 100% zeker voor Bernardo Silva. Nou ja, eigenlijk is Phil Foden plus 6. Maar deze plus 3 is zo enorm knap. Bernardo Silva, een enorm ondergewaardeerde speler als je naar mij vraagt. Bij de UEFA Best of List, de top 10 spelers van de UEFA, zat hij niet bij. Iedereen is daar echt nog altijd gewoon helemaal woest over. Maar Bernardo Silva verdient op FIFA in ieder geval wel die potentie die hij eigenlijk heeft. Die moeten ze hem geven op EA FIFA 20. Dat zei ik weer zo raar. Maar niet uit. 87. Dat krijgt hij. Een lekker kaartje. Hopelijk geen rechtsmid. Lekker een centermidje. Lekker spelertje om in je team te gebruiken. Bernardo Silva is echt een topspeler. Moet er gewoon heel eerlijk over zijn. Is gewoon een topmiddenvelder. Zelfs een Manchester United fan kan dat zeggen. Daarnaast David Silva. Ook een topspeler. Zijn laatste jaar bij Manchester City. 89 rated. Die gaan we hem ook gewoon houden. Verdient... niet echt een upgrade. Kijk, David Silva is gewoon zo'n vaste kracht, zo'n prima speler. Maar om hem nou een nieuwe hoge rating te geven opeens, vind ik een beetje onnozel. Dus 89 in zijn laatste jaar bij City, prima, gaat hij krijgen. Dat was het. Tot de volgende speler. Juju, daar ben ik weer met de volgende speler, Fernandinho. Hij kreeg al een dikke upgrade naar 87 op FIFA 19. En die ga ik hem ook gewoon geven op FIFA 20. Na die upgrade heeft hij niet per se nog beter gespeeld. Dus ja, waarom zou je dan nog een hogere rating moeten krijgen? Ik denk dat 87 al pittig hoog is voor middenvelder. En die krijgt hij gewoon lekker ook op FIFA 20. En dan Gundogan. Ja, hij is terug jongens. Een contractverlenging, de Duitse middenvelder. Blijft helaas wel niet 84. Nee, ik denk wel dat hij een downgrade krijgt. En dat komt puur om zijn enorm harde blessure. Zijn hele erge blessure. En ja, dan ben je toch minder. Dan ben je gewoon minder. Kunnen we zeggen wat we willen. Je hebt niet gespeeld. Je bent in principe denk ik ook nog iets meer gepasseerd dan dat je dat al was. Ik denk dat andere spelers met progressie hebben geboekt natuurlijk. He, zoals zo'n Fernandinho. Ja, die kon eerst ook een beetje die concurrentiestrijd met Gundogan aangaan. Maar nu niet meer. Denk ik. Toch? Ik denk gewoon dat hij achteruit is gegaan naar basis van zijn concurrentie. En dat hij zelf ook minder is geworden door die blessure, wat logisch is. 83 is toch altijd wel redelijk hoog. Misschien wel zelfs 82 voor hem op FIFA 20. Maar ik geef hem 83. En dan de aanval van Manchester City. Om te beginnen met Raheem Mahrez. 85 dit jaar. Ik geef hem een upgrade naar 86. Heeft een goed seizoen gehad. Kunnen we zeggen wat we willen. Heeft gewoon prima gespeeld. Hij kreeg niet enorm veel kansen. Stond niet iedere keer in de basis. Maar als hij daar stond, maakte hij altijd wel indruk. Ook in de eerste wedstrijd tegen wie speelde ze ook alweer? West Ham United.
speelde tegen West Ham United, waar ze met 5-0 wonnen. Ik heb de wedstrijd gezien. Ik weet niet waarom ik het nou niet meer weet. Maar maakt niet uit. Ik heb de wedstrijd niet gezien. Shit, val ik door de mand. Nee, ik heb wel gezien, jongens. Maar in ieder geval, Mahrez speelde er ook een deel. Speelde prima. Speelde perfect. Maar een speler die de aankomende tijd niet zo heel erg goed zal gaan spelen, is Leroy Sané. Ja, logisch. Geblesseerd. Was 86. Ik denk dat hij er best wel lang uitlegt. Dat is geloof ik confirmed. Jammer voor hem. Hij had een transfer naar Bayern kunnen gebruiken. Want ik denk niet dat hij überhaupt veel had gespeeld in deze selectie van City. Ik geef hem wel gewoon nog altijd 86. Want op basis van het seizoen waar we hem om moeten beoordelen, verdient hij die 86 rating ook wel gewoon hoor. En dan de grootste upgrade in de aanval, die is van Sterling. Ja jongens, laten we eerlijk zijn. Het is een fenomeen. Het is een enorm goede speler. In hat-trick maken in die eerste wedstrijd van het seizoen ook tegen West Ham. Het is echt een hele goede speler. Raheem Sterling, ik geef hem een upgrade naar 89 rating, wat heel erg hoog is. Maar die verdient hij wel. Die verdient hij gewoon. Ik ben gewoon eerlijk als United fan. Ik vind hem soms een beetje een pisventje. Maar hij kan zo goed voetballen, jongens. Hij kan zo goed voetballen. Nou, daar houden we het dan bij. En dan de twee echte centrale spitsen. Om te beginnen met Gabriel Jesus. Een speler waar ik echt ieder jaar hoge verwachtingen van heb. En ieder jaar maakt hij het ook al waar, weet je wel. Maar toch, hij staat nog altijd zo enorm hard in die schaduw van Aguero. En toch geef ik hem een upgrade van 83 naar 84. Ik hoop gewoon echt dat hij binnen nu een 2 jaar, wat ook wel echt moet, Aguero zal vervangen. Weet je, Aguero is ook al 30 jaar oud. Speelde heel lang bij City en hem te vervangen is heel lastig. Maar ik hoop wel dat het echt gaat gebeuren, want Gabriel Jesus is de toekomst van het Braziliaanse voetbal. In de toekomst van de aanval van City. Daar hopen ze toch wel op. In de spitspositie dan in ieder geval. 84 voor de aankomende jaren. Een kleine upgrade. En ik hoop dat hij binnen nu in 3 jaar gewoon echt richting de 8,89 gaat. Dat zou toch geweldig zijn voor het kaartje op FIFA dan. Voor United fans in ieder geval niet. Maar goed, maakt niet uit. En de laatste is dan natuurlijk wel Sergio Kun Aguero. Ja, wereldspits. Ik moet gewoon als United fan realistisch zijn. Een wereldspits. Is hij gewoon. Upgrade van plus 1 omdat hij 89 was. Maar ja, 90 is totaal niet te veel gevraagd van zo'n spits als Aguero dat er niet is. Ik pack hem ieder jaar zijn team of the season op FIFA. Leuk extra nieuwtjes, dat ook meteen. Maakt hem niet uit. Ik bedoel, Aguero scoort veel. Goede spits. Belangrijk voor City. 90 rating, lijkt mij hartstikke logisch. Dit waren mijn ratings voor FIFA 20 Manchester City. Heb je nou mijn andere ratingvideo's die je nog niet gezien? Klik dan vooral op de endcode die dadelijk komt bij de outro. Doe dat. Echt waar, ik zweer het je. Doe dat. En dan zou ik zeggen, hopelijk vond je het een leuke video. Er komen nog meer ratingpredicties aan. Als jij dat blauw hebt omhoog doet, en dan zie ik je in de volgende video weer terug. En dan zeg ik de ballen. Tot de volgende keer. En you. Later.